Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Goedemiddag, ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Luchten. Meneer Luchten, welkom namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Onze commissie doet onderzoek naar opzet en werking van het hele stelsel van woningcoöperaties, inclusief incidenten die daar plaatsvonden. Daarom onderzoeken wij wat er is gebeurd, hoe dat is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Vandaag beginnen wij ook met de casus Vestia. En in dat kader, meneer Luchten, wordt u gehoord als getuige. Dit verhoor vindt plaats onder ede. En u heeft ervoor gekozen om de eed af te leggen. Dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Ik verzoek u te gaan staan. Wilt u me alsjeblieft nadoen en de twee voorste vingers van uw rechterhand opsteken? Zegt u mij na. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dan staat u nu onder ede. Neemt u plaats, meneer Luchten. Dank u wel. Zit er aan deze kant. Ik verzoek u de microfoon aan te laten staan. U laat zich bijstaan in de zaal door meneer Van der Velden. Dat is uiteraard uw goed recht. Ik wijs hierop dat u zelf antwoord dient te geven op de vragen van de commissie. We gaan beginnen met het openbaar voor, meneer Luchten. En het woord is aan de heer Bashir. Meneer Luchten, eind januari 2012 wordt voor de buitenwereld bekend dat Vestia in grote financiële problemen is gekomen als gevolg van het gebruik van derivaten, ingewikkelde financiële producten. De acute problemen werden daarna afgekocht middels een overeenkomst met de derivatenbanken. Daarmee was een bedrag gemoeid van bijna 2 miljard euro. 2 miljard euro is dus daarmee verloren gegaan voor de volkshuisvesting en is dus niet meer beschikbaar voor de huurders. De commissie onderzoekt hoe dat heeft kunnen gebeuren. En u maakte van 1992 tot eind 2010 in totaal 16 jaar deel uit van de Raad van Commissarissen van Vestia. Dat is de interne toezichthouder die toezicht moest houden op de directeur-bestuurder, de heer Staal. En u was al jaren secretaris met uitzondering van 2 jaar. Toen was u voorzitter van de Raad van de Commissarissen. En wij willen ook kijken naar de onafhankelijke rol van de Raad van Commissarissen. Want als je een Raad van Commissarissen hebt, dan moet die ook volwaardig tegenkracht kunnen bieden tegen de directeur-bestuurder. Dus ook, daarom moet ook de Raad van Commissarissen onafhankelijk zijn. En de commissie wil nagaan in hoeverre bij Vestia de Raad van Commissarissen onafhankelijk kon opereren in de richting van de bestuurder. En daarom wil ik van u graag weten of het klopt dat u in 1992 door de heer Staal zelf bent gevraagd om lid te worden van de Raad van Commissarissen. Ja, mag ik eerst even nog een voorafgaande opmerking maken? U heeft gezegd dat ik één periode lid ben geweest van de Raad van Commissarissen, dat is niet juist. Ik ben van 1992 tot en met 2000 lid geweest en van 2002 tot en met 2010. Dus dat zijn 2 afzonderlijke periodes. Ja, daarom zei ik ook in totaal 16 jaar. Met een onderbreking van 2 jaar inderdaad. U bent de eerste keer gevraagd door de heer Staal om lid te worden van de Raad van Commissarissen. Ja.
Klopt het ook dat u ook bij de tweede keer gevraagd bent door de heer Staal om lid te worden van de Raad van Commissarissen? De heer Staal die heeft gevraagd of ik daar interesse in had. En ik ben vervolgens op gesprek geweest bij de ondernemingsraad, omdat ik namens de ondernemingsraad lid voor de tweede keer lid ben geworden van de Raad van Commissarissen. En toen u de eerste keer lid werd van de Raad van Commissarissen, wat was de reden dat u gevraagd bent? Wat is uw achtergrond? Mijn achtergrond is dat ik toen bij de Rijksbelastingdienst werkte, als inspecteur, als ontvanger. Dat was een stuk expertise wat ik meebracht. En de reden dat ik daarvoor ben gevraagd door de heer Staal zal zijn omdat hij van mening was dat ik waarde kon toevoegen aan het toen nog woningbedrijf Den Haag. Ja. Want u bent een hele lange tijd lid geweest van de Raad van Commissarissen. En, ik ben twee periodes lid geweest van de Raad van Commissarissen. Droeg de heer Staal vaker namen voor mensen die lid konden worden van de Raad van Commissarissen? Ja. Waar kent u eigenlijk de heer Staal van? Wij hebben samen gestudeerd. Dus u hebt samen gestudeerd. Had u ook een vriendschappelijke relatie daarna overgehouden aan de studie? Ja. Kunt u voor de commissie opnoemen welke leden van de Raad van Commissarissen uit het privénetwerk van de heer Staal kwamen? Ik ken de andere leden van de Raad van Commissarissen ken ik niet. Dus of zij in het privénetwerk van de heer Staal zitten, dat kan ik ook niet vertellen. Dat zult u aan hem zelf moeten vragen. Maar als ik bijvoorbeeld een aantal namen zou langsgaan, zou u dan wel kunnen bevestigen of zij wel uit het privénetwerk van de heer Staal kwamen? En dan noem ik bijvoorbeeld de heer Koltek. Nee, dat kan ik niet, want ik ken die mensen niet. Dus ik weet ook niet of ze tot het netwerk horen van de heer Staal. Als ik ze niet ken, dan is dat moeilijk om dat aan te geven. Ja, maar u hebt in totaal 16 jaar in de Raad van Commissarissen gezeten. En u zegt, ik ken die mensen niet. Bijvoorbeeld de heer Nordanus of Dijkhuizen. Die kende ik van naam en uit de krant. Ja, maar verder kende ik ze niet. En uit de Raad van Commissarissen? En daarna in de Raad van Commissarissen, ja. Klopt het eigenlijk dat de heer Staal bij alle vergaderingen van de Raad van Commissarissen aanwezig was? Nagenoeg alle, ja. Vergaderde de Raad van Commissarissen ook wel eens zonder de heer Staal? Dat kwam voor. Niet vaak overigens, maar het kwam voor. En dan was het een uitzondering waarbij de heer Staal andere verplichtingen had? Nee, want hij was dan wel aanwezig, niet in verband met andere verplichtingen. Maar dat ging het over zijn positie. Ja. Of dan ging het over het functioneren van de Raad van Commissarissen zelf. Dan was hij niet aanwezig. De heer Staal was alle tijd dat hij directeur-bestuurder was van Vestia de enige bestuurder. Is er eigenlijk binnen de Raad van Commissarissen ook gesproken om een tweede bestuurder aan te stellen? Er is gedurende een zekere periode ook een tweede bestuurder geweest. Dat is in 1999 geweest na de fusie met, tussen, laat ik maar eventjes zeggen, Den Haag en Rotterdam. Toen is er kortstondig een tweede bestuurder geweest. Ja, dat was een korte tijd. Ja. En daarna is er nog gesproken om dat toch wel weer in te stellen. Een tweede bestuurder naast de heer Staal. Daar is het wel een paar keer over gegaan, ja. Maar meer in de zijkant van een vergadering dan in de vergaderingen zelf. Ja. Want wat was de reden eigenlijk dat daarover gesproken is? Nou ja, Vestia die groeide en die werd groter. En een van de punten van aandacht was de vraag van ja, wat gebeurt er nu als de ene bestuurder die er is als die onwel wordt? Of als er een ongeluk gebeurt? Of weet je, hoe gaat het dan verder? Ja, en wat was de reactie van de heer Staal? Die had er een voorkeur voor om enig bestuurder te zijn. En waarom? Nou ja, goed, het is niet helemaal onbekend dat de heer Staal wist wat hij wilde en dat graag ook zou uitvoeren. En als jij enig bestuurder bent, dan heb je daarin een grotere flexibiliteit dan als je meerdere bestuurders hebt. Ja. Dus de Raad van Commissarissen heeft wel eens gesproken om een tweede bestuurder aan te stellen. Vervolgens, weet je, volgens mij is dat geen apart agendapunt geweest, maar in de zijkant is het daar zeker over gegaan. En toen heeft de heer Staal daar
Maar we hadden het er met elkaar over, ook over de grootte van vestingen. Ja. Waar wordt het niet allemaal te groot. En hij heeft uiteindelijk zijn zin gekregen, want de Raad van Commissarissen is daar niet meer op teruggekomen. Ja, die formulering laat ik verder bij u. Hoe zou u het dan formuleren? We hebben ervoor gekozen om met één bestuurder door te gaan. Omdat de heer Staal? De heer Staal deed het erg goed. Je wint aan flexibiliteit. Je wint aan slagkracht. Dat waren de argumenten daarvoor. Ja. Want uit de antwoorden die u nu geeft, maar ook uit onderzoek van onze commissie, lijkt de indruk te ontstaan dat de heer Staal feitelijk de Raad van Commissarissen van Vestia dicteerde. En niet dat de Raad van Commissarissen de heer Staal controleerde. Is dat een correcte beeld? Correct beeld. De heer Staal was de bestuurder van Vestia. En hij stond voor Vestia en hij wist wat hij wilde daarmee. Ik heb verder niet de beleving gehad dat hij vertelde wat wij moesten denken en wat wij moesten doen. Want als u net zegt dat de heer Staal niet wilde dat er een tweede bestuurder naast hem aangesteld werd, en vervolgens de Raad van Commissarissen dat ook zo heeft geaccepteerd, dan kan ik toch niet anders concluderen dan dat nogmaals, hij zijn zin heeft gekregen. Het is geen apart agendapunt geweest op de vergadering. In de zijlijn hebben we erover gesproken. In wisselende samenstelling, denk ik. En we zijn tot deze conclusie gekomen. Ja. Veel meer kan ik er niet over zeggen. Meneer Luchten, u bent met een onderbreking van 2 jaar, in totaal 16 jaar, lid geweest van de Raad van Commissarissen van Vestia. Vindt u dan eigenlijk dat u dan nog wel voldoende kritisch kunt opereren en niet verweven raakt met de organisatie? Ik heb al eerder aangegeven dat ik in 2 periodes lid ben geweest van de Raad van Commissarissen. De eerste periode 1992 tot 2000. Daarna van 2002 tot en met 2010. Vestia aan de eerste periode was een ander bedrijf dan Vestia aan de tweede periode. Ik heb niet het idee dat ik de negatieve verwevenheid met Vestia heb gehad. Ik heb dat niet zo ervaren. Ook niet als u een vriendschappelijke relatie had met de heer Staal? Kunt u dan wel de heer Staal kritisch genoeg controleren? Ik heb dat nooit als hinderpunt ervaren. Als commissaris voor Vestia namens de ondernemingsraad moest ik de belangen van Vestia hadden gewoon de prioriteit. Kunt u voor ons voorbeelden benoemen waaruit dat blijkt dat u kritisch was? Als je kijkt naar de arbeidsovereenkomst met Staal, dan staat daarin dat zijn autovergoeding is beperkt. In 2002 ging het over het salaris van Staal. Dat is niet verhoogd. Eventuele belastingaanslagen zouden op hem verhaald worden. Allemaal in belang van Vestia. Ja, over de salaris van de heer Staal komen we zo meteen bij u op terug. Uitstekend. Want daar heeft u ook daar hebben we ook een aantal vragen aan u. Ja. Maar kunt u ook andere voorbeelden noemen waarbij u kritisch was? Jazeker, we hebben op een gegeven moment, je moet zich voorstellen dat er werd geïnvesteerd in woningen, maar er werd ook geïnvesteerd in buitenruimtes. Dat zijn zogenaamde onrendabele investeringen. Een aantal van die investeringen die hebben wij tegengehouden, omdat we die te hoog vonden. En aanleiding daarvan is er ook een bepaald format afgesproken waarbinnen dat soort zaken zich moeten voordoen. U zegt, ik ben 16 jaar met een onderbreking lid geweest van de Raad van Commissarissen. Ik kende de heer Staal persoonlijk uit mijn studietijd. Maar toch vind ik niet dat ik dan niet kritisch en niet onafhankelijk kan opereren. Wanneer vindt u dan wel dat je te verweven raakt met een organisatie? Wanneer zou dat wel het geval zijn?
Daar heb ik zo geen antwoord op. Ik weet niet precies waar u met de vraag naartoe wil. Dus misschien dat u dat nog even moet verduidelijken dan. Nou ja, ik zie dat u een hele lange tijd lid bent geweest van de Raad van Commissarissen van Vestia. In dezelfde tijd was de heer Staal bestuurder van Vestia. Ja. U kent elkaar van uw studietijd. Daarnaast had u een vriendschappelijke relatie. En dan vraag ik me af of u dan nog wel op een voldoende kritische manier toezicht kunt houden. Zoals een Raad van Commissarissen ook hoort te doen. Ja, ik heb u eerder aangegeven dat ik dat naar mijn mening heb gedaan. En ja, dat kan. Ik kijk even naar de voorzitter. Dank meneer Bashir. Meneer Luchte, u antwoordde net op een vraag van collega Bashir over commissarissen die al of niet uit het privé-netwerk kwamen van de heer Staal. Dat u dat niet wist. Hè? Dat, volgens u kunnen we dat beter aan de andere vragen. Maar u wel bevestigt op een andere vraag van collega Bashir dat de heer Staal wel vaker zelf namen voordroeg die kandidaat zouden zijn om toe te treden tot de Raad van Commissarissen. Dat is correct, hè? Ja. Dan, mijn vraag zou dan zijn, wat is dan volgens u de reden dat Staal zelf met namen kwam? Wat waren dat dan voor mensen? Ik denk dat dat mensen uit zijn netwerk waren en dat mensen die een bepaalde deskundigheid of ervaring of netwerk met zich meebrachten. Wat van waarde kon zijn voor Vestia. Ja, ze kwamen dus uit zijn netwerk, zegt u. Dus of dat nou een privé-netwerk is of ze algemene netwerk, het zij zo. Kijk, als een woningcoöperatie in een stichting zit, dan is er geen aandeelhouderslaag. Dat betekent dat je bestuursmodel binnen de stichting is beperkt tot bestuur en toezicht. Toezicht is de Raad van Commissarissen. Dus de Raad van Commissarissen, daar zit nogal een grote druk op de schouders om de zaken goed in de gaten te houden. Als ik u dan vraag, als de directeur-bestuurder, in dit geval de heer Staal, geregeld zelf met kandidaten op de proppen kwam die dan lid zouden kunnen worden van de Raad van Commissarissen. Die Raad van Commissarissen die gaat oordelen over het functioneren van de bestuurder, meneer Staal. Ze gaan zijn salaris en zijn pensioen vaststellen. Is dat nou gezond, zo'n model, als diezelfde directeur-bestuurder die mensen uitzoekt of aandraagt die over hem gaan oordelen en op hem toezien? Ja, ik heb het nooit als belemmerend ervaren. Dat is eigenlijk het enige wat ik daarop kan reageren. En ik heb dat ook in de Raad van Commissarissen niet als zodanig ervaren. Die was dus onafhankelijk en kritisch genoeg. Ook met salarisvaststellingen en dergelijke. Ja. Even nog naar de kwestie van de positie van de directeur-bestuurder. Vestia groeide uit tot een concern met 90.000 woningen, verhuurde eenheden en een omzet van vele honderden miljoenen euro's per jaar. En we hebben een langzittende enig bestuurder, de heer Staal. Als je zo'n concern ziet en je bent daar commissaris, ligt het dan niet voor de hand dat je zoekt naar meer tegenwicht en dus uiteindelijk echt wel met die tweede bestuurder komt? Gezien die omvang alleen al van Vestia en de financiële belangen van de huurders. Ik denk dat er voorbeelden te vinden zijn in het bedrijfsleven waar dit soort organisaties jarenlang ook goed draaien. Dus dat is de eerste opmerking. Misschien dat u vraag nog even kan herhalen. Nou, Vestia was een heel groot concern. Meneer Staal zat er langjarig als enig bestuurder. Oh, tweede bestuurder, hè? Ja, die tweede bestuurder. Kom je daar niet automatisch bij uit bij zo'n groot concern? En er zit langjarig één bestuurder. Dat je als commissaris denkt tegenwicht. We halen die tweede of derde man of vrouw erbij. Ja, er was ook een directeur beleid en een directeur financiën en gedrieën vormde zij de directie. Ik weet niet als deze twee als bestuurder waren aangesteld of de machtsverhoudingen anders waren geweest. Want? Nou ja, kijk, wat je heel vaak ziet is dat er één kapitein is op een schip. En of de anderen de naam bestuurder hebben of directeur. Volgens mij maakt dat niet zo gek veel uit in de feitelijke verhoudingen. Maar dat is eigenlijk precies het punt, meneer Luchte. Eén kapitein op het schip, prima, het schip moet koers houden. Maar als die kapitein altijd de enige is die ook nog aan het roer staat en ook nog de bootsman de orders geeft en ook nog het schip laat schoonmaken, dan zou het schip wel eens naar de ijsberg kunnen.
Het bedrijfsmodel van Vestia was dat er waren een aantal deelbedrijven. En die deelbedrijven hadden een grote eigen verantwoordelijkheid. Dat was ook het mooie aan Vestia, dat de deelbedrijven gevestigd waren in het gebied waarin ze opereerden. En moesten zorgen dat de huurders daar de goede, dat daar de goede zaken voor de huurders gebeurden. En dat kon in één deel. Eén deelbedrijf kon dat een andere zijn dan een ander deelbedrijf. En daar hield Staal zich niet nadrukkelijk mee bezig. Dus de vraag of hij ook de matroos was en aan het stuur stond, aan het roer stond, zo moet ik het zeggen, dat vind ik wat overtrokken. Dat beeld. Vestia bestond uit meer dan alleen de eerste halen. Akkoord. Meneer Bashir. Meneer Luchten, onze commissie onderzoekt of de Raad van Commissarissen van Vestia altijd volledig en juist geïnformeerd is. En daarom willen we van u weten of enkele belangrijke brieven uit de Vestia-casus besproken zijn in de Raad van Commissarissen. En of die door Derenstaal aan u zijn doorgestuurd. En dan wil ik het met name met u hebben over een brief van ING. Want in 2009 voert de huisbankier ING gesprekken met Vestia. En dan met Vestia bedoel ik de heren Staal, Wevers en De Vries. Deze bank maakt zich namelijk zorgen over het financieel beheer en de omvang van een derivatenportefeuille. Dit resulteert uiteindelijk in een brief van 2 juli 2009 van ING aan Vestia, waarin ING aangeeft de kredietrelatie met Vestia op te zeggen. En mijn vraag is of deze brief die gericht was aan de heer Staal en de briefwisseling die daarop volgde doorgestuurd zijn aan de Raad van de Commissarissen. En heeft de Raad van Commissarissen deze brieven besproken in de vergaderingen? Die brieven ken ik niet. Dat was niet in 2010. Ik heb er later van gehoord. En een van die brieven heb ik ook gezien. Later, dat is in 2012. Dus een belangrijke brief van een huisbankier die zegt de kredietrelatie op te zeggen, die heeft u nooit gezien? Dat is juist. Ook al was u lange tijd secretaris van de Raad van Commissarissen van Vestia. Ja. Dan hoef ik het ook niet met u te hebben over soortgelijke brieven van andere banken. Bijvoorbeeld ABN AMRO, een brief uit 2009. En Rabobank, een brief uit 2010. Die om aanvullende extra informatie vragen aan Vestia. Want die heeft u waarschijnlijk ook niet gezien. Klopt dat? Dat klopt, ja. Vindt u eigenlijk dat dit soort brieven besproken moeten worden in de Raad van Commissarissen? Absoluut, ja. En wat vindt u ervan dat dit niet gebeurd is? Kijk, je voelt je enigszins op me. Ik heb van de Rabobank had ik nog niet gehoord, maar van de ING en de ABN AMRO wel. 2012, 2013 denk ik. Laat ik het zo formuleren, je voelt je wat belazerd. Ja. En dan belazerd door de heer Staal? Ik weet niet of de heer Staal deze brief heeft gezien. Dat weet ik dus niet. Maar het feit dat de Raad van Commissarissen die brieven niet heeft gekregen, is pertinent onjuist. Niet goed. Want het was wel belangrijke informatie. Ja. De heer Staal heeft op die brieven gereageerd. Dus we kunnen concluderen dat hij het gezien heeft. Okay. Dus hij heeft die brieven niet naar u doorgestuurd. Ik ken ook die briefwisseling die daarna komt, ken ik dus ook niet. Hè? Nee. Wat zou u eigenlijk gedaan hebben als u wel op de hoogte was geweest van deze briefwisseling? Ja, dat zijn van die als-dan vragen waar ik het buitengewoon moeilijk vind om erop te reageren. Met de kennis van nu, weet je, zou je hebben ingegrepen. Maar het is onmogelijk om te zeggen wat ik toen gedaan zou hebben. Wat de Raad van Commissarissen toen gedaan zou hebben. Ik kan wat populaire antwoord geven en zeggen we zouden hebben ingegrepen. Ja. Maar het zijn als dan vragen, daar kan je alle kanten mee op. Klopt. Maar dan de vraag van hoe u de informatievoorziening aan uzelf geregeld had. Heeft u dat wel eens besproken in de Raad van Commissarissen met de heer Staal? Dat hij u goed moest informeren en volledig en juist moest informeren? Ja, kijk, wij hadden als Raad van Commissarissen de indruk dat wij volledig werden geïnformeerd. Als wij stukken vroegen, dan kregen wij die. Als wij vragen hadden, dan kregen we een antwoord. Het laat onverlet dat je ook vanuit het bestuur, de Raad van Commissarissen, ook van de
benodigde informatie moet voorzien. En het grote probleem met dit soort dingen is, je weet niet wat je niet weet. Ja, u zegt, dat blijft een, weet je, dat blijft altijd een onderwerp. Hè? U zegt, ik had de indruk dat we wel volledig en juist geïnformeerd werden. In mijn beleving werden wij altijd, was er een open communicatie en kregen wij altijd alle stukken die we moesten, die nodig waren, die kregen we te zien. En waar was dat op gebaseerd? Op de ervaring van pak een beetje 20 jaar. We kregen altijd de stukken die wij, als we extra stukken wilden zien, dan kregen we die. Of er werden extra stukken nagestuurd. Ja. Ik had in die tijd niet de indruk dat ik bepaalde stukken bewust ons werden onthouden. Ik weet ook niet waarom wij die brieven van de ING niet hebben gekregen. Ja. ING, ABN AMRO. En als u zulke belangrijke brieven niet heeft gekregen, zou het dan ook zo kunnen zijn dat u veel meer belangrijke stukken niet hebt gezien? En niet dat hebt zou kunnen, ja. Kijk even naar de voorzitter. Dank meneer Bashir. Meneer Luchte, in dat grote concern Vestia, waar u langjarig in de commissarissen zat, daar heb je een bank, ING. Dat was een soort huisbankier, namelijk een zeer voorname financiële relatie van Vestia. Vestia was ook een hele grote klant voor ING, dus dat was naar twee kanten. Dan wordt die relatie opgezegd, ergens in juli 2009, zei collega Bashir al. Hoe kan het dan, ik vraag me dat toch af, hoe kan het dan dat de voltallige raad van commissarissen, in ieder geval u zelf, daar helemaal niks van afwisten en ook blijkbaar nadien dat niet in de gaten hadden dat ING zich nooit meer meldde? Ik zou zeggen, de raad van commissarissen wordt periodiek geïnformeerd over de relatie met banken en financieringsarrangementen die een concern met banken heeft. Maar dat viel u verder dan niet op dat ING weg was. Nee, het ging niet specifiek over de relatie met banken in de Raad van Commissarissen. Nee. En u zegt, we stelden wel eens vragen aan meneer Staal en dan kregen we ook de informatie. Als je in de Raad van Commissarissen zit, dan stel je dan geen vragen over banken? We hebben een gesprek gehad over de financiën, we hebben gesprekken gehad over meerjarenbegroting, over kwartaalrapportages, over financiële rapportages, over van alles en nog wat. We hebben het niet specifiek over banken gehad, nee. Wel in het kader van de leningenportefeuilles. We hebben het wel over gehad, maar niet over de vraag of er een relatie met een bank is opgezegd, nee. Wanneer bent u er nou uiteindelijk zelf achtergekomen dat ING opzegde en later ook andere banken daarmee wilde stoppen, zoals ABN AMRO? Dat is met die brief van de ING die ik heb gezien in 2012. Toen heb ik voor het eerst gezien dat de ING bewuste relatie met Vestia heeft opgezegd. Daarvoor wist ik dat niet. En toen was u inmiddels weg uit de Raad van Commissarissen? Ja. En wat was dan uw eerste gedachte toen u toen die brief zag, in 2009? Enigszins ongeloof dat ik die brief niet eerder heb gezien. Meneer Bashir. Ja, meneer Luchte, onze commissie wil graag inzicht krijgen in de financiële kennis en financiële expertise van de Raad van Commissarissen van Vestia. En ook willen wij inzicht krijgen in de wijze waarop de Raad van Commissarissen van Vestia toezicht heeft uitgeoefend op de financiën. Klopt het dat de Raad van Commissarissen gedurende lange tijd geen financieel specialist in haar midden had? Geen financieel specialist op het gebied van derivaten, dat klopt, ja. En om welke periode ging dat? We hebben nooit iemand aangetrokken om op het gebied van de derivaten. Op het gebied van derivaten? En als ik het op het gebied van financiën heb, in het algemeen? Gezamenlijk denk ik dat wij meer dan genoeg expertise in huis hadden om de financiën te kunnen beoordelen. En als ik dan specifiek over de periode 2009-2010 spreek, had de Raad van Commissarissen toen ook voldoende financiële expertise? En dan bedoel ik niet de derivaten, maar het algemeen. Ik denk in zijn algemeenheid wel, ja. Gezamenlijk zeker. Klopt het dat de Raad van Commissarissen van Vestia nooit in uw tijd een auditcomité had? Dat klopt, ja. En waarom had de Raad van Commissarissen geen auditcomité?
En voor de duidelijkheid, een auditcommissie is een kenraad die de cijfers controleert samen met de accountant. Ja, wij hebben gezamenlijk dat uitgevoerd als raad van commissarissen. We hebben niet een aparte commissie daarvoor ingesteld, omdat we daar geen aanleiding voor zagen. Want als u dan geen auditcomité had, hoe beoordeelt u dan de jaarcijfers, begroting, noem maar op? Ja. We kregen elk jaar een presentatie van de jaarstukken van de accountant. Er was een aparte vergadering aangeweid, een deel van de vergadering, een groot deel van de vergadering. En gezamenlijk beoordeelden wij de begrotingen en de management, de kwartaalrapportages, dat soort zaken. En gezamenlijk, wat betekent dat dan? Gezamenlijk met de heer Staal? Met de heer Wevers, ja. En met de accountant? Met de accountant één keer per jaar over de jaarstukken, ja. Ja. Heeft u ook wel eens als raad van commissarissen externe bureaus opdracht gegeven om te kijken naar het financieel beleid om aanvullend onafhankelijk financieel advies gevraagd? Dat was de taak, dat deed de accountant. En we hebben wel de accountant een keer specifiek opdracht gegeven om naar de derivaten te kijken. Dat was denk ik in 2003, maar dat weet ik niet zeker. Want u zei net van, we hadden wel een tekort aan expertise als het gaat om het gebied van derivaten. Heeft u dat wel eens besproken? Ik weet niet of ik het woord tekort heb gebruikt, maar dat zouden we later terug kunnen lezen. Wat ik heb gezegd is dat wij geen specifieke diepgaande kennis hadden over de derivaten. Ja, en heeft u dat wel eens besproken in de Raad van Commissarissen? Dat is in begin 2010 is dat nadrukkelijk op tafel gekomen, ja. En wat is toen daaruit gekomen? Dat wij meer expertise moesten zoeken op het gebied van derivaten. En vervolgens, wat heeft u toen met die conclusie gedaan? Ik ben eind 2010 afgetreden als commissaris en daarvoor is de heer Molenaar in de plaats gekomen. En die had meer kennis en kunde op dat gebied. Maar als we kijken naar die hele periode waarbij u 16 jaar lid bent geweest van de Raad van Commissarissen van Vestia, dan is het natuurlijk niet zo dat pas op het laatste moment begonnen is met de derivaten. Het is eerder begonnen. Waarom heeft u het pas in 2010 besproken? Sorry, kunt u het halen? Vestia is niet in 2010 begonnen met gebruik van derivaten. Nee. Waarom heeft u het pas in 2010 besproken in de Raad van Commissarissen? Omdat wij, ik meen begin 2010, een presentatie kregen van de heer De Vries. En daaruit was eigenlijk de conclusie dat, wat ik maar even noem, het weer slechter werd. En dat we vonden dat we daar meer aandacht aan moesten besteden. Economisch werd het weer slechter, dat had gevolgen voor de derivatenposities. Ja. En voor dat moment is nooit een moment geweest waarbij u dacht van, dit is een aandachtspunt? Wij waren van mening dat wij gezamenlijk dit aankonden, ja. En waarop was uw mening op gebaseerd dan? Dat u dat gezamenlijk aankon? Dat was onze gezamenlijke conclusie. Veel meer kan ik er ook niet over zeggen. Vestia draaide uitstekend. We hadden een accountant die buitengewoon enthousiast was daarover. We hadden een centraal fonds die de verklaringen afgaf. We hebben een waarborgfonds die de leningen borgde. We hebben Binnenlandse Zaken die verklaringen afgaf. Het liep gewoon allemaal als een trein. Maar u was de interne toezichthouder? Ja. En wat heeft u gedaan om te kijken of de derivaten passend waren? En wat wij hebben gedaan daarmee is dat op het moment dat die probleem pregnant aan de orde kwam, dat was begin 2010, hebben wij daar strakker op gezeten om te kijken wat er gebeurde. En daarin hebben wij een aantal informatiebronnen gemist. Met name ook die brieven van de ING, ABN AMRO en u zegt de Rabobank. Maar de informatie die we ook niet kregen, dat was, ik meen in 2009, ik heb dat uit de krant vernomen, is er oneenigheid geweest tussen de accountant en het bestuur. Over de derivaten en over de controle daarop. Het had interessant geweest als wij die informatie hadden gehad. Ja. Maar die informatie daarover hebben we niet gehad. Nog van bestuur, nog van accountant. Wanneer was het eerste moment voor u als raad van commissarissen dat u op de hoogte
kwam dat Vestia zich met derivaten bezighield? Vestia hield zich al heel lang met derivaten bezig, want het was een normaal middel om je renterisico's af te dekken. Dus maar vanaf het eerste moment dat u lid werd van de Raad van Commissarissen? Ik kan niet zo precies het jaar aangeven wanneer daarmee is begonnen, maar dat derivaten was verder een gewoon middel wat werd ingezet. En vervolgens? Eigenlijk was het pas in begin 2010. Ja. Wat ik net zei, dat het weer slechter werd. Maar nog niet het idee dat er een orkaan aankwam. U zegt, Vestia hield zich lange tijd bezig met derivaten om de renterisico's af te dekken. Maar hoe beoordeelde u dan als een raad van commissarissen of de gebruikte derivaten passend waren bij een woningcoöperatie? Wij gingen af op het treasuryverslag en we gingen af op de accountant. En daar komt bij dat het Centraal Fonds de zaken goedkeurde. Als u op een website kijkt, dan staat daar het toezichthoudende orgaan voor woningcorporaties. De WSW borgde de leningen. In 2010 is er nog een fusie geweest, dat weet u, met het SGWB op verzoek van het Centraal Fonds. Alle lichten stonden op groen. U zegt, wij kregen de informatie uit het onder andere het treasuryverslag. Het is opgesteld door de treasurer, de heer De Vries. Gecontroleerd door de accountant, ja. En hoe beoordeelde u dan dat de informatie die daarin stond ook passend was bijvoorbeeld, of de producten die daarin stonden ook passend waren voor een woningcoöperatie? Nou, daarbij gingen we grotendeels af op de accountant. Kijk, je krijgt een hele hoop informatie, een hele hoop onderwerpen. Ik snap dat het nu gaat over derivaten, is volkomen begrijpelijk. Ja. Maar er waren meer onderwerpen aan de orde dan alleen de derivaten. Je bent als commissaris ben je afhankelijk van een groot aantal informatiebronnen. Je kan niet alles controleren. Ja, maar als we ons even tot de derivaten beperken nu. Ja. Begreep u het allemaal wel? Als je praat over de diepzinnige producten van de derivaten, dan is het antwoord nee. Als je praat over de vraag van, loop je daar, wat doen derivaten en hoe zit dat in elkaar, dan is het antwoord ja. Maar als je praat over wat ze dan noemen exotische producten en dergelijke, antwoord is nee. Maar daarvoor hadden we ook een aantal specialisten die dat in de gaten hielden. Kijk, Deloitte heeft in 2009 nog een onderzoek gedaan en in 2010. Ik moet zeggen in 2009, ik weet in elk geval dat er twee rapporten zijn gekomen, half 2009 en half 2010. Die rapporten die heb ik niet gezien. En dat kan alleen maar betekenen dat er geen grote problemen waren. Niet problemen waarvan de accountant vond dat de Raad van Commissarissen daar kennis van moest nemen. Dus achteraf is het makkelijk praten, kan iedereen precies aanwijzen waar het is. En eigenlijk het cynische van het verhaal is dat we eigenlijk alleen van Marcel de Vries in zijn presentatie signalen kregen dat er slechte weer aankwam. En niet van de anderen. En ik begrijp natuurlijk dat u zich baseerde op bepaalde informatie die u kreeg. Maar u verwijst er steeds naar andere partijen, de accountant, dat is waar je de informatie vandaan toezichthouder. Maar u was zelf de interne toezichthouder. En ik vraag me gewoon af wat u heeft gedaan om te achterhalen of de derivaten die gebruikt werden door Vestia of die passend waren bij Vestia. Wij zijn afgegaan op de ingehuurde deskundigen, op de externe toezichthouders die daar een oordeel over hadden. We zijn niet zelfstandig, de uitzondering van 2003 overigens, zijn we niet zelfstandig op pad gegaan om de derivaten te gaan onderzoeken. Er was namelijk geen directe aanleiding voor. Kijk, achteraf is het allemaal duidelijk en helder, maar dat is altijd achteraf. In de periode zelf was er geen aanleiding om te denken van er gaat iets fout met de derivaat. Maar ook als er geen aanleiding is, is er toch reden om controle uit te oefenen? Wat je niet weet. Want als je controle uitoefent kun je achterhalen of dingen fout gaan. Ja, er is controle uitgeoefend door de accountant, door het waarborgfonds, door de Centraal Fonds, alle drie gaven geen aanleiding om te zeggen van je moet naar de derivaten gaan kijken. En wat je niet weet, dat weet je niet. Dus het is voor mij onmogelijk om als Raad van Commissarissen te zeggen van we moeten nu de derivaten gaan controleren. Ja. Daar heb je een bepaald instrumentarium voor.
En daar moeten die signalen uitkomen. Ik vraag deze vragen niet zonder reden. Want dat de reden waarom ik het vraag is ook omdat de heer Stalen zelf verkondigde dat financiën de core business was van Vestia. Ja. En als hij zoiets zegt, terwijl je zou denken van core business van Vestia is niet financiën, maar volkshuisvesting. Dat ben ik met u eens, ja. Zou je dan natuurlijk even extra kijken van wat gebeurt daar nou met financiën? Wat bedoelt hij daarmee? Ja. Heeft de Raad van Commissarissen eigenlijk stilgestaan bij de omvang van Vestia, de financiële omvang van Vestia? Want die steeg exponentieel. Ja, niet expliciet. In 2009 is dat zeer fors toegenomen. Daar hebben we niet expliciet bij stilgestaan. En daarmee zegt u dat de Raad van Commissarissen dat niet heeft besproken? We hebben de jaarstukken besproken. Dat zal ongetwijfeld daar zo ook zijn gememoreerd. In mijn herinnering, ik heb geen stuk, hè, dus in mijn herinnering heeft de accountant dat niet als problematisch naar voren gebracht. Heeft u als Raad van Commissarissen wel eens stilgestaan bij mogelijke risico's van ingewikkelde financiële producten? Nee, omdat wij niet het idee hadden dat daar ingewikkelde financiële producten aan de orde waren. Dat bleek pas later. Wist u eigenlijk wel dat er risico's zitten aan derivaten? Op het moment dat je ook je onderkant afdekt, dan zijn de risico's overzichtelijk en begrootbaar. Maar dat wist u toen als Raad van Commissarissen van Vestia? Daar. Alleen het probleem is dat ze de onderkant niet hebben afgedekt. En dat dan nogmaals mijn vraag, dat wist u, dat er risico's verbonden zijn aan het gebruik van binnen, derivaten? Ja, en je kan je risico's binnen bandbreedtes begroten. Ja, en dat heeft u ook besproken in de Raad van Commissarissen? Al die onderwerpen die zijn ongetwijfeld gepasseerd in de loop der jaren. En ongetwijfeld betekent ja of nee? Betekent ongetwijfeld, ja. U zegt dus dat in de Raad van Commissarissen ook stilgestaan bij gebruik van financiële producten en de risico's die daaraan verbonden waren. We hebben het gehad over de jaarrekening, we hebben het gehad over het treasuryverslag. Ik weet niet of nou expliciet aan de orde is geweest exotische derivatenproducten. En ik kan u vertellen, die zijn niet aan de orde geweest. Er is ongetwijfeld gesproken over derivaten. Dus u wist niet dat er gebruik werd gemaakt van ingewikkelde financiële producten? Ingewikkelde derivaten. Ik kan me ook niet herinneren derivaten. Dat expliciet aan de orde is geweest. Nee. Uiteindelijk is Vestia in grote financiële problemen gekomen. Heeft de Raad van Commissarissen collectief gefaald? Emotioneel wel. Je wordt geen commissaris van Vestia om te zien dat er grote problemen komen. Rationeel is de vraag of je in die periode toen dit had kunnen, in alle redelijkheid dit had kunnen voorzien. Nou, het antwoord daarop is volgens mij nee. Je moet wel signalen krijgen. En die signalen die zijn niet bij ons terechtgekomen. Maar u kreeg de jaarverslagen, u kreeg de begroting, u had vergaderingen met de heer Staal, u had vergaderingen met de treasurer. Vergadering met de accountant, vergadering met de ondernemingsraad, we gingen het bedrijf bekijken. U hebt de risico's van derivaten besproken en uiteindelijk heeft u toch allemaal niet zien aankomen. Kijk, wat wij niet hebben zien aankomen is dat de onderkant niet was afgedekt. En dat leverde alle problemen op. En ik kan alleen maar praten tot en met 2010 en niet daarna. En wat daarna is gebeurd, weet ik niet. Maar daarna, als ik de getallen zie, zijn daar nog een aantal zaken in gebeurd. Ik kan dus niet beoordelen in hoeverre zich wat heeft voorgedaan. Want ik heb daar geen stukken van. Spijt me, maar dat gaat niet. Ja. U zegt ook een aantal keren dat de onderkant niet is afgedekt. Hoe had u dat willen doen dan? Nou, wat je dan doet is, je zet een bovenmarge en een ondermarge en daarbinnen loop je risico's.
binnen die marge, maar die zijn dan begrootbaar. En wat er nu gebeurde was dat er geen ondergrens werd aangegeven. Dus als de rente daalde, dan moest je bijstorten. Ja, en dat heeft u ook wel eens besproken in de Raad van Commissarissen? Nee, natuurlijk niet. Dus dat zegt u eigenlijk nu achteraf? Wat zeg ik al? Dat zegt u nu achteraf, dat de onderkant niet is afgedekt? Dat is wat ik nu uit alle kranten en dergelijke heb begrepen, ja. Maar dat heeft u toen het besproken moest worden niet besproken? Dat is ons niet verteld dat op deze wijze de derivaten werden behandeld. Ik kijk naar de voorzitter. Meneer Luchten, je zegt net, u heeft vaak vergaderd met accountants en allerlei andere mensen en we kregen die signalen niet over die derivaten. Eind 2008 zagen we op de internationale kapitaalmarkt een scherpe rentedaling. Dat betekent dat heel veel corporaties die derivaten hadden, die moesten plotseling geld bijstorten aan banken als zekerheid, omdat die rente zo scherp daalde. Bij Vestia was in ieder geval sprake van een negatieve marktwaarde van de portefeuille van maar liefst toen al 765 miljoen euro. En u zegt net tegen collega Bashir dat in 2010 meneer Molenaar toetrad tot de Raad van Commissarissen, want die had wat meer financiële achtergrond. Maar die scherpe rentedaling in 2008 en die zeer forse negatieve marktwaarde van de portefeuille van Vestia, die daarop volgde, had dat niet al het signaal moeten zijn voor de commissarissen om te zeggen, waar zijn we eigenlijk mee bezig? En nu willen we er veel meer van afweten en nu willen we echt expertise in de tent halen. De heer Molenaar is vanaf 2011. 2011, nog later. Even terug naar 2008. Ja. Ja, wij hebben dat niet zo ervaren. Veel meer kan ik daar niet over zeggen. Ik begrijp uw opmerking. Mm-hmm. Achteraf kan ik hem ook helemaal plaatsen. Toen de tijd hebben wij dat niet zo ervaren. En dat gold voor alle commissarissen? Ja. Nog even terug naar die auditcommissie waar collega Bashir het over had. Ook wel genoemd auditcommissie. In het bedrijfsleven en bij grote organisaties is dat een vertegenwoordiging van financiële man uit de Raad van Commissarissen, financieel eindverantwoordelijke van de organisatie, directeur, financieel directeur en de externe accountant. En die kijken periodiek naar de ontwikkeling van de cijfers. En die kijken nog eens goed naar de jaarrekening en de aanbevelingen. Zo'n auditcommissie of auditcommissie, die gaat bij een grote organisatie ook kijken naar wat we noemen AOIC, dat is de administratieve organisatie van de hele club. En naar de treasury, hoe ga je om met banken, hoe ga je om met de accountant, wat moet die accountant allemaal controleren. En al die jaren dat u bij de commissarissen zat, is er geen auditcommissie ingesteld bij het zeer, zeer grote Vestia. Met miljarden aan derivaten, miljarden aan leningen en een jaaromzet, huurdersgeld van vele honderden miljoenen. Toch kwam er al die jaren geen auditcommissie en Staal riep financiën core business. Nogmaals de vraag, hoe kan dat dan? Dat u dat niet nodig vond, zoals u net zei. We hadden geen aanleiding daarvoor, omdat Vestia gewoon het ontzettend goed deed. Veel meer kan ik daar niet over zeggen. Als u kijkt naar de jaarresultaten, als u kijkt naar de verklaringen van de accountant. Centraal Fonds die zegt nog in 2010 fuseren met SGBB. Als er een ander probleem was in de volkshuisvesting, dan werd heel vaak naar Vestia gekeken. In mijn beleving, toen de tijd, deed Vestia het gewoon uitstekend. Er was dus geen aanleiding om met een auditcommissie aan de gang te gaan. Ondanks ook die signalen eind 2008 en die negatieve portefeuille van 700 zoveel miljoen. Ja. U zei net ook in antwoord op collega Bashir dat u wel een specialistenraad pleegde. Daarna noemde u de naam Deloitte. Dus ik neem aan dat gaat over een rapport van Deloitte over de derivaten. Klopt dat? Ja. Daar kwam uiteindelijk een rapportje uit van 3 pagina's. En dat ging alleen over het wegstrepen van... Over welke jaren heeft u het nu? Volgens mij 2008, 2009. Dat rapport ken ik niet. Ik heb alleen gezegd dat de accountant specifieke aandacht heeft besteed aan de derivaten. Is mij later gebleken. En dat er geen aanleiding was voor opmerkingen. Voor zover ik dat weet. Ik ken inhoudelijk die rapporten niet. Maar dat heb ik weer uit andere stukken gehaald. Dat er wel degelijk naar is gekeken. In hoeverre
er diepzinnig naar is gekeken, dat kan ik niet beoordelen. Goed. Meneer Luchten, ik wil even met u naar de beloning van de directeur-bestuurder. En dan bedoel ik de heer Staal. Ja. De Raad van Commissarissen is, om het even simpel te zeggen, de baas van de bestuurder en gaat ook over zijn beloning. Dus u zat zelf twee periodes heel lang in die Raad van Commissarissen. Dus u heeft daar veel mee te maken gehad. De heer Staal die had eind 2010 een salaris van ongeveer 380.000 euro. Blijkt ons uit de stukken, dat is bijna twee keer de Balkenende norm. En hij had een pensioenbijdrage, waardoor in 2010 zijn beloning op zo'n 500.000 euro uitkwam. Tussen 2000 en 2002 alleen al steeg dat salaris van de heer Staal in twee jaar tijd met ruim 100.000 euro. Stijging was dat. Tussen welke jaren, zegt u? Tussen 2000 en 2002. Dat blijkt uit de stukken die wij hebben onderzocht. En die hele periode bent u zelf als secretaris en ook twee jaar als voorzitter direct verantwoordelijk, dan wel medeverantwoordelijk voor die beloning van bestuurder Staal. Mijn vraag is, kunt u de commissie beschrijven hoe die salarisonderhandelingen verliepen, als die er waren? U zegt dat tussen 2000 en 2002 100.000 euro bij kwam. Toen kwam er al in ieder geval dat bedrag bij en uiteindelijk groeide het naar 380.000. Okay. In 2002 zat ik in de kernraad. Dan ging het over het salaris met de heer Nordanus. Dit was de situatie die wij aantroffen. Ik heb daar verder geen staartjes van en cijfers van. Maar het waren wel de afspraken die er waren. Dus toen hebben wij met elkaar een aantal bijeenkomsten gehad om het hierover te hebben. Ook met de heer Staal, in het kader van zijn beoordeling en wat van die zaken. En de uitkomst daarvan was geen salarisverhoging, geen bonussen. En pensioen op beschikbaar planningstelsel. Met daar nog wat randvoorwaarden bij. De heer Staal die zei van, nou, weet je, wat is dat is? Hè, als conclusie in dat verhaal. Alleen ik wilde niet uiteindelijk op achteruit gaan. En zo, dat zijn de afspraken die toen zijn gemaakt. Maar die afspraken die de basis vormen voor het hele groeipad van meneer Staal en zijn beloning, die dateren van 1998. Ja. Toen was hij zelf ook secretaris van de Raad van Commissarissen en zat hij ook in die zogenaamde kernraad die over die beloning ging. Ja. Dus dan is toch opnieuw mijn vraag van waar komt dan dat groeipad vandaan? Hoe gingen van tijd tot tijd die onderhandelingen? De toenmalige voorzitter wilde niet elk jaar onderhandelen over het salaris. Dus toen is er een bepaalde schaal afgesproken. Er zijn een aantal stappen zijn bij goed functioneren dat die doorgroeide. Wat was het plafond toen? Ja, dat kan ik u zo niet zeggen. Dat is lang geleden. Wie waren er op verschillende momenten dan betrokken bij die salarisonderhandelingen of berekeningen? In principe alle voorzitters en de secretaris, ik vaak. Ja. Als onze commissie naar de stukken kijkt, dan zien wij wel degelijk die snelle groei. Wat ik net al zei, alleen al in die jaren 2000-2002 kwam er 100.000 per jaar bij. Hoe kon dat nou zo hard groeien? Dat weet ik niet, want als je een groeipad afspreekt. Ja, ik was in die periode geen lid van de Raad van Commissarissen, dus dat weet ik niet. Dat kan ik niet beoordelen. Waarom ging die kernraad bij tijd en wijle akkoord met zoveel groei? Als je het over hebt de groei tussen 2000 en 2002, dan moet u dat aan die mensen vragen. Daar kan ik niet op antwoorden. Maar waarom ging die dan eerder akkoord in 1998 met überhaupt dat groeipad en een... Omdat wij vonden dat hij, dat hij het erg goed deed. Dat hij het waard was. De resultaten waren daar ook naar. En dat het niet de bedoeling was dat we elk jaar dit soort gesprekken voerden. Omdat je in feite een soort schaal kreeg. Heeft de heer Staal wel eens duidelijk gemaakt dat hij anders zou opstappen of iets? Werden de commissarissen onder druk gezet?
Het is niet in mijn herinnering zo dat hij heeft gezegd dat hij anders zou opstappen. Nee. Dan was het dus een volledig authentieke beslissing van de commissaris. Om in ieder geval een stevig groeipad af te spreken dat naar 380.000 euro ging. Want ook toen u weer zelf toetrad tot de Raad van Commissarissen, ook weer als secretaris langjarig en dus weer behorend tot de kernraad, ook daarna zagen we nog groei in het bruto jaarinkomen van de heer Staal. Dat klopt, ja. Ja. Daar stond u volledig achter, dat was het normale verdere groeipad. Ja, en toen dat maximum was bereikt, toen was het dat ook. Er waren één of twee stappen nog te gaan daarin. De heer Staal die had veruit het hoogste salaris van de hele coöperatiesector in Nederland. En dat leidde al in 2006 tot enige commotie die zich onder andere uitte in kamervragen in de Tweede Kamer over dat salaris. Welke acties zijn daarna ondernomen binnen Vestia, specifiek binnen de Raad van Commissarissen, om daar iets mee te doen? Ja, de situatie was zo dat met Staal waren afspraken over zijn salaris. Weet u, daar wilde hij niet vanaf. Geen verdere salarisgroei. En natuurlijk zijn daar gesprekken over gevoerd. Mm-hmm. Ook binnen de totale Raad van Commissarissen. Wat was de concrete actie die de commissarissen ondernamen? Naar aanleiding van die gesprekken met Staal? In elk geval het idee dat het in het vervolg niet meer dit soort salarissen werden betaald. In het vervolg wil zeggen? Als er een nieuwe bestuurder zou komen. Ja. Dus concreet met de positie van Staal gebeurde er niks? Nee, daar hadden we ook geen middelen voor. We hadden geen afspraken en hij hield ons aan de afspraken. Maar stel, u had een middel gehad om het open te breken. Waar die commissaris hadden die daartoe enige bereidheid? Dat is weer zo'n als-dan vraag die voor mij bijna onmogelijk is om te beantwoorden. Want we kwamen niet op die vraagstelling. Die Raad van Commissarissen van Vestia is omstreeks dat kamervragenverhaal in 2006 naar minister Dekker gegaan. Met de voorzitter. En daar werd gesproken met toenmalig minister Dekker over dat salaris van de heer Staal. Wat was toen uw boodschap vanuit die Raad van Commissarissen aan de minister? Mocht er in de toekomst een andere bestuurder worden benoemd, dat wij ons zouden conformeren aan de, laat ik het maar even zeggen, richtlijnen die er toen waren. Voor de toekomst? Voor de opvolger dan? Ja, want in het verleden waren die afspraken gemaakt en daar konden we niet vanaf. Eenzijdig. Was de Raad van Commissarissen van Vestia enthousiast om dat gesprek met minister Dekker aan te gaan? Vond u dat wel een goede zaak om met haar dat even te bespreken? Ja. Ik weet niet precies waarom u zo deze vraag formuleert. Nou ja, we proberen de sfeerzetting van het moment te bepalen. Of de commissarissen die Staal verder met rust lieten op dat beloningsgebied, of ze dan nog wel genegen waren om daar nog eens een keer met minister Dekker over van gedachten te wisselen. Dat was geen enkel probleem. Hm. Er waren afspraken en Staal hield ons aan de afspraken, dus als wij hem ook aan de afspraken willen houden. Maar alle wegen zijn wel door de commissarissen bewandeld en onderzocht om te kijken of er iets gedaan kon worden. Ja, er zijn niet zoveel wegen. Als hij zegt van, joh, weet je, dit is mijn salaris en er blijft het bij, dan ben je klaar. Hm. En ja, ik snap dat je een moreel beroep erop kan doen en meer van dat soort zaken, maar zo'n man is die niet. Daarna zien we, na 2006 bedoel ik dan, u bent nog steeds secretaris en nog steeds lid van die kernraad en u gaat nog steeds over dat beloningsbeleid van de bestuurder. We zien daarna dat het salaris dus wel degelijk nog groeit. 2010 380.000 euro plus pensioenbijdrage in totaal 500.000 euro. Dat meneer Staal was bestuurder van een woningcoöperatie, Vestia. Vindt u dat nou zelf gepast als u die bedragen nu nog weer eens terug hoort? Voor een bestuurder van een coöperatie? Hij had een buitengewoon hoog salaris. En Vestia deed heel erg goed. We hadden één bestuurder. We hadden de gemiddelde overheidkosten waren ongeveer gemiddeld in het hele corporatieland. En ja, ik snap ook dat
als je heden ten dagen kijkt, zou dit niet meer voorkomen. Snapt u de publieke verontwaardiging? Ja, absoluut. Ja. Ik kijk nog even gewoon naar collega Bashir op dit punt. Ik zit te kijken naar die salarissen, meneer Luchten. Want u hebt, want u kwam in 92 in de Raad van Commissarissen van Vestia. En in 1998 worden de afspraken gemaakt over de wijze waarop de salaris van de heren Staal zou groeien. En afspraak was dat bij elke groei van Vestia de heer Staal 2.500 euro per maand erbij zou krijgen. En dat verklaart dan ook waarom de salaris van de heer Staal tussen 2000 en 2002 zo fors is gegroeid. En mijn vraag is dan ook van waarom heeft u die afspraak gemaakt met de heer Staal? Dat hij bij groei 2.500 euro per maand erbij zou krijgen. Die hebben we in gezamenlijkheid gemaakt met de toenmalige voorzitter. Dus ik niet alleen, dat is het eerste punt. Het tweede punt is, wij vonden dat hij... de toenmalige voorzitter noemde wel eens dat hij de ziel was van het bedrijf. En hij deed gewoon heel erg goed. En wij vonden ook dat als de corporatie groeide, dat ook wat met zijn salaris zou kunnen gebeuren. Heeft u ook... En dat is ook allemaal in het licht gezien van de jaren, eind jaren 90, begin 2000. Ja, 98. Heeft u toen ook... nagerekend van wat dat zou betekenen bij een paar fusies? Dat kan ik mij niet herinneren, nee. Ja, en als ik zeg nu dat de salaris van de heer Staal in 2000 afgerond 224.000 euro was en twee jaar later 329.000 euro? Hoe moeten we dan kijken naar die afspraken die u toen heeft gemaakt? Ik weet niet wat daar zo in die twee jaar met hem is besproken en afgesproken. Dus ik kan daar geen antwoord op geven. Ik heb daar geen informatie over. Ik was in die periode ook geen commissaris. U bent in 92 door de heer Staal gevraagd om lid te worden van de Raad van Commissarissen van Vestia. Ja. U kent elkaar van vroeger. Samen gestudeerd. En vervolgens maakt u in 98 zulke afspraken met de heer Staal. Kunt u zich voorstellen dat dat op zijn minst als opmerkelijk wordt gezien door de buitenwereld? De afspraken zijn gemaakt door de voorzitter en door de secretaris, dus niet door alleen mijn persoon met de heer Staal. Maar u was er ook bij dus? Absoluut. En dan mijn vraag, kunt u zich voorstellen dat dat opmerkelijk wordt gezien? Als opmerkelijk wordt gezien? Heden ten dagen kan ik me dat voorstellen, ja. Dank u wel. Meneer Luchten, we gaan ook nog even naar de pensioenvoorziening van de heer Staal. Hij gaat begin 2012 weg bij Vestia. U was toen geen lid meer van de Raad van Commissarissen. Maar Staal kreeg een pensioengerelateerde bijdrage mee van 3,5 miljoen euro toen hij wegging begin 2012. Die afspraken die leiden tot uitbetaling van dat bedrag aan de heer Staal, die dateren van eerder, namelijk toen hij zelf wel nog bij de commissarissen zat. Dus u heeft daar betrokkenheid bij gehad. Die afspraken die door de jaren heen zijn gemaakt, die zijn ook een aantal keren gewijzigd, heeft onze commissie begrepen. Alleen die wijzigingen zijn niet altijd even goed gedocumenteerd. Want uiteindelijk ziet u zelf de noodzaak om in 2010, in januari, een brief op te stellen om nog eens de toenmalige intenties, noemt u dat, van de Raad van Commissarissen voor de pensioenvoorziening, om die toenmalige intenties nog eens vast te leggen. En die brief die laat u mede ondertekenen door oud-collega-commissaris de heer Noordanus. Kunt u onze commissie uitleggen, meneer Luchten, welke afspraken er in ieder geval in uw tijd met de heer Staal zijn gemaakt over zijn pensioen? Ja. Even een paar dingen vooraf. Eind 2009 kwam de toenmalige voorzitter, die vroeg aan mij van kan je mij vertellen of het pensioen van de pensioenafspraken met Staal zijn onduidelijk voor mij. Wie was dat? Dat was de heer Koltek. Koltek, ja. Ik zeg het allemaal in mijn eigen woorden. Ook. Zeker.
Kan jij die voor mij nog eens op papier zetten? Dat dat voor mij niet meer betekenis dan gewoon een informatieve vraag. Aanvullen van het personeelsdossier, wat wellicht onvolledig was. Ik heb er verder geen diepere gedachten bij gehad dan alleen die vraag. Vervolgens is binnen Vestia die brief opgesteld. Linksbovenin staat mijn naam. Maar inmiddels is helder dat ik die brief niet heb opgesteld. De afspraken die zijn gemaakt, zijn dat er omgeschakeld zou worden naar een beschikbaar premiestelsel. Maar Staal had daarbij wel als voorwaarde dat hij uiteindelijk er niet slechter van zou worden. Dat zijn in feite de afspraken die zijn gemaakt. Die brief aan de heer Staal van 28 januari 2010, om precies te zijn. Ja. Daarin wordt door u verklaard dat het altijd de intentie was van de Raad van Commissarissen, zeker de kernraad waar u lang bij zat, om de hoogte van het pensioen gelijk te laten blijven aan de oorspronkelijke eindloonafspraken die al in 1994 gemaakt waren. Ja. En u schreef daarom in diezelfde brief in 2010, ik citeer, het ontstaande probleem van een pensioentekort als gevolg van de kredietcrisis mag niet op jou, Erik Staal, worden afgewenteld. Mijn eerste vraag is waarom eigenlijk niet? Er zijn heel veel mensen in Nederland slachtoffer van de kredietcrisis. Onder andere de huurders van Vestia. Ja, omdat dat in het voor, in de periode daarvoor liep hij ook niet dat risico. En wij wilden naar een beschikbaar premiestelsel toe. En hij wilde daar meewerken op voorwaarde dat hij uiteindelijk niet erop achteruit zou gaan. En waarom was dat dan automatisch een wet van mede en persen? Nou, dat is geen wet van mede en persen geweest. Daar zijn gesprekken aan vooraf gegaan. En uiteindelijk moet je beoordelen wat haalbaar is en wat niet haalbaar is. Wie nam nou echt het initiatief tot die brief van januari 2010, waarin het hele verhaal nog eens uit de doeken werd gedaan? Coltech. Die heeft mij daarvoor benaderd. Wie heeft de brief opgesteld? Ik heb begrepen Paul Spruit. Wie is dat? Dat is een HR-medewerker, afdelingshoofd van bij Vestia. En van wie kreeg dan die meneer Spruit zijn input om die brief te kunnen maken? Ik denk het dossier, het personeelsdossier van Staal. Maar ik weet dat niet zeker. Dus. Maar u zelf spreekt Staal aan in die brief, hè? Mag niet op jou worden afgewenteld. Maar dat kwam van die meneer Spruit. Die heeft de brief samengesteld, ja. Maar dit waren wel de afspraken die er in 2002 zijn gemaakt met Nordanus, Staal en mijzelf. Voordat hij hem ondertekende, heeft hij hem wel uitgebreid nagelezen? Misschien had ik hem beter moeten lezen. Dan had de stijl wat anders geweest, ja. Wie liet nou eigenlijk die brief mede ondertekenen door de heer Nordanus, die veel eerder in de commissarissen zat en al jaren daar weg was? Ik heb begrepen achteraf dat de heer Staal is geweest. Dat hij naar Den Haag is gegaan, naar Nordanus. Weet u waarom? Nee. En van wie heeft hij de kennis dat Staal naar Nordanus is gegaan? Ik geloof dat dat in de krant heeft gestaan, ja. De heer Staal die kreeg dus een nieuw pensioenverhaal in de vorm van beschikbare premie. Allemaal heel ingewikkeld. Voor onze commissie is van belang om te weten bij wie lagen nou volgens u het risico, dan wel het rendement als het goed zou gaan met die pensioenopbouw, van die ingelegde premies voor Staal. Bij wie lag dat risico? Ja, de term waarvan ik heb begrepen dat die hierbij hoort is streefpensioen. Dat is de technische term die daarbij hoort. Als er minder rendement werd gemaakt, dan lag het risico bij Vestia. Dat was daarvoor overigens ook al zo, in mijn wetenschap. En als het rendement hoger was, dan lag het voordeel bij Staal. Dat klinkt als een loterij zonder nieten. De total free lunch. Ja, maar dat was daarvoor ook al zo. De pensioenvoorziening van Staal, dat was altijd een loterij zonder nieten. Als je het hebt over eindloonregelingen wel, ja.
Wat vindt u er zelf van dat je dan, als je dergelijke afspraken maakt, dat je achteraf iedere keer weer aansluit bij dat eindloon? Want dan is er in wezen al die jaren niks veranderd. Het is alleen maar meer geworden, want de staal kan alleen maar op vooruit. Nee, kijk, als je het hebt over eindloon, dan heb je altijd een backservice. En hierbij had je de gereden kans dat je geen na einde dienstverband geen extra bijdrage hoefde te storten. Dus het was voor Vestia niet altijd een spel zonder nieten. Maar voor de heer Staal in ieder geval wel. Dat hebben we net geconstateerd. Mm-hmm. Dat is, kan ik wel stellen, heel uitzonderlijk. Hè? Er is bijna geen enkele Nederlander die bij een beschikbaar premiestelsel de voordelen in zijn zak steekt. Ik ben niet helemaal ingevoerd in al deze pensioenkwesties. Mm-hmm. Maar ik zou dat nog eens een keertje nakijken. Of dat inderdaad het geval is. Die hele discussie, is die nou uiteindelijk opgestart omdat de Raad van Commissarissen niet ieder jaar weer een discussie wilde over de hoogte van de beloning? Is dat nou de reden van het aanzwengelen weer van het verhaal? Het aanzwengelen in 2002 bedoelt u? Nou, dan zijn we inmiddels ook bij die pensioenbrief van 2010. Voor mij is het startpunt dat de voorzitter, die heeft aan mij gevraagd van, joh, kan je me nog eens uitleggen hoe dat pensioen in elkaar zit? Even gewoon mijn platte woorden. En veel meer had ik daar op dat moment niet bij gedacht. Dat het daarna allerlei andere betekenissen heeft gekregen, dat is mij inmiddels ook wel duidelijk. In ieder geval leidt het uiteindelijk tot die 3,5 miljoen euro die meneer Staal meekrijgt. Die bewuste pensioenbrief van januari 2010, daar heeft u een zeer actieve rol bij vervuld als het gaat om het achteraf repareren van die pensioenafspraken. Staat hij nou achteraf nu nog steeds achter de inhoud van die brief? Even een paar dingen. Dat is punt 1. Die brief van 28 januari 2010 is geen pensioenbrief. Dus dat is de eerste. Het is een brief waarin de afspraken die zijn gemaakt in 2002 worden vastgelegd. Maar het is geen pensioenbrief. Zou ik het nu weer zo hebben gedaan? Hè? Dat, voor mij is dat uw vraag. Antwoord is nee. Ik zou het niet zo weer hebben gedaan. Nee, met die brief leidde wel tot die 3,5 miljoen. Er waren in 2002 afspraken gemaakt. En afspraken heb je na te komen of je ze nou leuk vindt of niet. Tenzij er gewichtige redenen zijn. Maar die waren er niet. Er waren gewoon de afspraken die in 2002 waren gemaakt. Zou ik het nu anders doen? Absoluut. De wereld is ook anders. Want? Nou, je ziet de normering op inkomens. Weet je, er is een algemene tendens dat... het hele pensioenstelsel is aan het wijzigen. Gemiddeld loon, beschikbare premiestelsels. Dit soort systemen, dat loopt af. Je ziet het bij andere bedrijven ook. Hm. Meneer Bashir, nog kort op dit punt. Mede als gevolg van de brief die in 2010 door u ondertekend is, heeft de heer Staal bij zijn vertrek 3,5 miljoen euro meegekregen als pensioenvoorziening. U zei net, ik had die brief veel beter moeten lezen. Als u hem toen veel beter had gelezen, had u hem dus niet getekend. Moet ik dat zo concluderen? Nee, er had een andere stijl in de brief gestaan. Nee. De afspraken zijn zoals die in die brief staan. Maar ik had een aantal zinnen absoluut anders geformuleerd. Dus u wilt niet zeggen dat die brief als niet verzonden beschouwd moet worden? Nee, want dat zijn namelijk de afspraken die in 2002 zijn gemaakt. Zegt u hiermee dat u nog steeds achter die afspraken staat, waarmee de heer Staal 3,5 miljoen heeft? Wat ik heb aangegeven, of ik ken de berekening van die 3,5 miljoen niet. Dus dat is één ding. Ik ben ook erg benieuwd hoe die berekening in elkaar zit, want er kunnen een aantal componenten in zitten. Wat ik u net al heb aangegeven is, tegenwoordig zouden we andersoortige afspraken maken. Maar als u wist op het moment dat u de brief ondertekende, dat uw ondertekening mede zal leiden tot een uitkering van 3,5 miljoen euro, dan zou u het dus nog een keer gedaan hebben. We hebben afspraken gemaakt in 2002 over hoe we daarmee om moeten gaan. En die afspraken heb je na te komen. Het antwoord is dus ja. Je hebt die afspraken na te komen. Dus daaruit moet ik concluderen dat het antwoord ja is. Kun je gewoon ja of nee beantwoorden? Je hebt je afspraken na te komen. Ik concludeer dat het ja is, het antwoord.
Dank u wel. Via de heer Lucht, alstublieft. U kunt even overleggen. Niet met de commissie. Meneer Lucht, u wil nog iets aanvullends zeggen naar aanleiding van... Nou, de heer Van der Velde die wijst mij erop dat wat meneer Bashir doet niet in de orde past. Meneer Bashir kan mij niet dwingen om ja of nee te antwoorden. Als ik onder even sta. Ik kan de vraag van meneer Bashir nogmaals stellen, maar dan iets anders geformuleerd. Stel, u zou weer in de stoel zitten om de directeur van Vestia een pensioen toe te kennen. En u zou weten, het zou 3,5 miljoen euro zijn. Zou u dat doen? Nee. Meneer Luchten, de heer Staal die ontplooide na zijn directeursfunctie bij Vestia nog aanvullende zakelijke activiteiten. En hij had daar ook extra inkomsten uit, bovenop zijn beloning bij Vestia. En de omzet uit die activiteiten die bedroeg in sommige jaren meerdere tonnen in euro's. Kunt u de commissie vertellen wat de richtlijn was voor nevenactiviteiten of neveninkomsten van de bestuurder Staal, zoals de raad van commissarissen van Vestia die... Zag. Ik praat uit mijn hoofd. Hij moest zijn neefactiviteiten melden. En er moest toestemming voor worden gegeven, maar het was niet onmogelijk om neefactiviteiten te hebben. Wie controleerde nou of die activiteiten van de heer Staal voldeden aan wat u zelf daarvoor had bepaald? Ik denk dat hij die meldde bij de kernraad. Ik weet niet precies over welke casussen u het heeft, over welke jaren u het heeft. Dat speelt al... Ook redelijk in zijn beginperiode, in de jaren 90 al, in een overgang naar de jaren 0 van de 21ste eeuw, had hij al activiteiten bij onder andere corporaties. Was u zelf persoonlijk op de hoogte van die aanvullende zakelijke activiteiten van Erik Staal? Ik weet dat wij een aantal keren wel. Ik weet dat wij samen met z'n drieën de woningbouwcorporatie de samenwerking hebben geholpen in 2000, nee, in de jaren 90, denk ik, tweede helft jaren 90. Verder heb ik niet paraat wanneer hij waarvoor toestemming heeft gevraagd. Wat vindt u er zelf van dat de heer Staal substantiële aanvullende zakelijke activiteiten ontplooide en daar ook behoorlijke inkomsten uit had, ondanks die drukke belangrijke baan als enig bestuurder van het concern Vestia? In mijn tweede periode als commissaris kwam het volgens mij niet meer voor, maar was er ook geen ruimte voor. In het begin denk ik dat er wel ruimte voor was. In de eerste periode. Volgens informatie van de Kamer van Koophandel bent u zelf, meneer Luchten, tussen 1997 en 2006 medebestuurder geweest van de Stichting Administratiekantoor Meester E. Staal Beheer. Stichting Administratiekantoor Meester E. Staalbeheer. Deze stichting staat ingeschreven in het handelsregister op het woonadres van Erik Staal met als activiteiten administratiekantoor voor aandelen en obligaties. Dus tussen 1997 en 2006 was u medebestuurder. Welke activiteiten ondernam die stichting? Zijn pensioen is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Maar helemaal in het begin... was het idee om het pensioen in eigen beheer op te bouwen. En daarbij waren een aantal voorschriften. En een van de voorschriften was dat er een stichting administratiekantoor moest zijn. En dat een vertegenwoordiger van de werkgever in dat bestuur zou moeten zitten. En de toenmalige voorzitter Erik Staal hebben gevraagd of ik dat wilde doen. Vrij snel daarna bleek dat dit... in de praktijk gewoon veel te bewerkelijk was. En toen is overgegaan op een verzekering, op polissen, bij een verzekeringmaatschappij. Dat is het.
En ja, ik had op het moment dat die activiteiten beëindigden, had ik veel alerter moeten zijn op het uitschrijven bij de KM Verkoophandel. Daar ben ik niet geweest. Vandaar dat dat tot 2006 erin heeft gestaan. Heeft u uw bestuursfunctie bij die stichting nog gemeld bij de andere leden van de Raad van Commissarissen van Vestia? Het is op verzoek gegaan van de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Was dat dan niet in strijd met de statuten die afbakenen wat commissarissen bij Vestia wel en niet mogen, onder andere op het punt van belangenverstrengeling? Er moest namens de werkgever iemand in zitten en daar ben ik voor gevraagd. Of dat een belangenverstrengeling was, kan ik zo niet beoordelen. Goed, meneer Luchten, we gaan nog even naar eind 2011. U bent dan inmiddels weg bij de commissarissen van Vestia. Ja. Toen nam u 6 weken vakantie op bij uw werkgever. En u nam de papierversnipperaar daarmee. Hoeveel is er nog over van uw langjarige Vestia-archief bij u zelf thuis? Niks. We zaten in 2011... het hoogtepunt van de Vestia-crisis, zeker eind 2011. Waarom besloot u eigenlijk op dat moment dan dat archief te vernietigen? Ik heb in oktober 2011 op vakantie genomen. Toen wist ik niks van wat er bij Vestia aan de hand was. Dat wist ik gewoon niet. Mijn kinderen waren het huis uit. En ik heb alles opgeruimd. Ik heb het geschilderd. Ik heb nieuwe lampen opgehangen. Dat is het verhaal. En ik wist niet wat er bij Vestia speelde. Dat is pas eind, begin 2012 werd me dat een beetje bekend. Tot de volle omvang die het nu heeft. Maar... dus u legt een verband tussen het opruimen van mijn huis en mijn archief thuis en Vestia. En dat verband is er niet, behalve dat ik de spullen van Vestia heb opgeruimd. Maar niet omdat ik gauw spullen ben gaan opruimen, omdat dat verband is er gewoon niet. Die spullen van Vestia, die zijn door die papierversnipper aangegaan? Ja. Ja. Dat. Overigens niet alleen de spullen van Vestia, hè? Dus ook andere archieven. Ik zie dat meneer Van der Velde even met u wil overleggen. Dank u wel. Ja, oké. De heer Van der Velde die wijst erop dat ik niet de spullen van Vestia heb vernietigd, maar dat ik allerlei dubbels stukken, die ook allemaal bij Vestia liggen, dat ik die door de papierversnipperaar heb gehaald in het kader van de opruiming. Overigens is het zo dat ik de enige ben die daar last van heeft. Wat namelijk in de rest... bij alle andere spelers liggen al die stukken, maar niet bij mij. En daar heb ik natuurlijk heel veel last van gehad en daar heb ik nog steeds veel last van. In welke zin heeft u daar last van? Nou goed, ik word aangesproken door u, ik word aangesproken door anderen op stukken. En ik kan u verzekeren dat op het moment dat jij geen stukken hebt, waar je ankerpunten in hebt, dat het bijna onmogelijk is om te bepalen of iets in 2002, 2004 of 2008 heeft plaatsgevonden. Mij lukt het in elk geval vaak niet. En op dit moment, uit dit soort stukken, uit krantenartikelen, haal ik informatie om dat weer allemaal goed op een rij te krijgen. Maar ik ben de enige echt die daar veel schade van heeft. Ja. Goed, het archief is weg, uw Vestia-archief. Als ik u nu vraag, wat heeft u nou zelf gedaan, meneer Luchten, als studievriend van Erik Staal, die over hem moest oordelen in de commissarissen gedurende lange jaren, wat heeft u nou zelf gedaan om op zijn minst die schijn van belangenverstrengeling dan wel het niet meer zakelijk en kritisch kunnen benaderen om dat te voorkomen? Ja, u gaat ervan uit dat ik de zaak niet kritisch heb benaderd. En ik ben van mening dat ik dat wel heb gedaan en dat ik daar onafhankelijk in ben geweest. En dat ik dat naar eer en geweten heb gedaan. En dat betekent ook dat er stevige gesprekken hebben plaatsgevonden en dat er ook een aantal keren nee is gezegd. Of dat tegen zijn plannen was of tegen een salarisverhoging of wat dan ook. Het antwoord was nee. En ik stond als commissaris primair voor de belangen van Vestia. Die overigens niet altijd strijdig hoefde te zijn met de belangen van Staal. Hè?
Er wordt nu de hele tijd alsof het een tegensteld belang was, maar dat is natuurlijk jarenlang is dat gelijk opgegaan. Dat heb gewoon helder zijn. Dat is helder. Uiteindelijk is het heel slecht gegaan met Vestia. Net na uw tijd ontplofte daar de vulkaan en ging Vestia echt langs de financiële rand van de afgrond. Ja. Met 2 miljard euro die moest worden afgekocht bij banken. Ja. 2 miljard. Heeft u zelf ergens spijt van uw langjarige periode als intern toezichthouder? Kijk, het is zo dat een hele hoop dingen beter kunnen. En achteraf gezien weet je hoe alles in elkaar zit en kan je het precies allemaal aanwijzen. Wat ik me wel de hele tijd zit af te vragen is, emotioneel heb ik hier heel veel last van. En ik heb daar emotioneel ook heel veel last van gehad. Want Vestia, dat was gewoon een geweldig bedrijf. Met een geweldige filosofie, geweldige mensen die geweldige woningen neerzetten. Maar niet alleen woningen neerzetten, maar ook een hele hoop andere dingen deden. Ik ga u nu niet vertellen welke dingen ik anders gedaan zou hebben. Dan zou ik u een antwoord geven omdat u een antwoord wil hebben, maar niet omdat ik het zelf heb. Nee, maar vroeg u wel of u nog ergens spijt van heeft zelf, gezien de afgelopen Vestia. Ja, dat is voor mij moeilijk om dat op dit moment te zeggen. Dat heeft te maken met het feit dat ik erg geschokt ben over wat er is gebeurd. Dat ik daar ook heel veel last van heb. Gewoon voor mezelf. En die huurders van Vestia? Sorry? De huurders van Vestia, die hebben er misschien nog veel meer last van. Ach, weet u, mijn schoonmoeder is zelf huurder. Dus ik weet het als geen ander. En ik weet ook wat geweldige gebouwen ze neerzetten voor mijn schoonmoeder van 92. Laat daar een misverstand over bestaan. Meneer Bashir nog? Of, Oh nee, ze is 93. Ja. Ik hoop dat ze nog lang leeft in diepe gezondheid. Dat hoop ik ook. Ja. We zijn aan het einde van het openbaar verhoor. Dank aan meneer Van der Velde. Ik sluit deze vergadering. Oké, dank u wel.